Gewoon een rondje fietsen. Dat klinkt niet zo bijzonder. Maar heel onze hersenen werken daaraan mee. En dat is eigenlijk met alles wat we doen. Van nadenken en praten tot zwaaien. Hoi. Onze hersenen zijn dus best belangrijk. Maar hoe werken ze eigenlijk? We hebben lang gedacht dat één gebiedje voor één ding zorgt. En zo'n gebiedje is inderdaad belangrijk. Het bestaat namelijk uit groepjes cellen, waar veel informatie wordt uitgewisseld. Maar verschillende gebieden geven ook informatie aan elkaar door. Dat gebeurt via lange verbindingen. Deze kabels hebben een witte beschermlaag, zodat de informatie supersnel gaat. Door de kleuren van de cellen en kabels wordt dit ook wel grijze en witte stof genoemd. Op die manier werken de verschillende gebieden samen aan een signaaltje, om weer een stukje verder te trappen. Er kan ook iets misgaan, bijvoorbeeld door een harde klap op je hoofd. Hierdoor kunnen verbindingen kapot gaan, wat een hersenaandoening heet. Dan krijg je misschien moeite met praten of bewegen. Wil je meer weten over hersenaandoeningen of hoe de hersenen werken? Kijk dan op hersenstichting.nl.